New York Pizza, goedenavond. U spreekt met Karim, waarmee mag ik helpen? Drukke avond vanavond? In principe is het gewoon even druk als normaal. Alleen wat we vandaag vooral merken op zulke dagen is de gemiddelde besteding is hoger. Omdat familie en vrienden bij elkaar komen. Niet meer ritjes, maar wel meer bakken? In principe dezelfde ritjes, maar voor meer pizza's. Ja. Ook bij de Chinezen aan de Jan Evertse straat merken ze dat mensen elkaar opzoeken tijdens de kerst. Chinese kolenbouw, goedenavond. Ja, zegt u maar. Normaal ja, is kleine bestelling, nu is het grote voor de familie, alles. Ja. Morgen is vijfde persoon grote ja, te bezorgen. Ja, leuk. Al die bestellingen moeten uiteraard op tijd worden bezorgd. Hoe is het voor jou om op kerstavond te werken? Nou, wel leuk. Een beetje voortjes verdienen. En ja, kom je verschillende klanten tegen. Het is gewoon een fijne feestdag. Altijd prachtig om te zien hoe klanten blij zijn ermee. Een laag even naar. Wat zit erop? Shawarma. Shawarma pizza, dat is de pizza voor kerstavond. Jawel. Ja. En morgen? Morgen, dat weet ik nog niet. Dat zien we morgen wel weer. Dankjewel. Het is weer een fijne feestdag. Hetzelfde, hè? Ja, man.